Volgens mij is het het meest unieke wat er in Amsterdam is. Deze rare puiken bovenop de huizen, die heb ik eigenlijk nooit ergens gezien. Een paar hier en daar, maar niet in deze enorme aantallen. En dus besloot hij de Amsterdamse gevels te fotograferen voor een fotoboek. Dat hij de gevelversiering, of pruiken zoals Biegman ze zelf noemt, als iets unieks heeft opgemerkt, komt doordat hij jarenlang in het buitenland heeft gewoond. Als je 3, 4 jaar weg geweest bent en je komt weer terug, ja, dan bekijk je toch zo'n stad even met nieuwe ogen. En op een ogenblik dan valt je iets op wat anderen misschien minder is opgevallen dan tot nu toe. En daar kun je een fotoboek van maken. Volgens Biegman zijn de pruiken een Amsterdamse uitvinding. Wat ze al honderden jaren deden was van die trapgeveltjes. Hè? Die heb je in Nederland, in België, overal. En omstreeks 1650 was er een architect hier in Amsterdam die het idee kreeg om niet 7 of 6 of meer van die trapjes te maken, maar 2. En daardoor ruimte te krijgen voor beeldhouwwerk ertussenin. En dit heeft zich ontwikkeld tot de stijl van Amsterdam een tijd lang. Voor de wat smallere huizen natuurlijk. Hè. Als je echt een heel breed huis hebt, dan past er geen pruik op. Honderden huizen heeft Biegman voor zijn boek gefotografeerd, maar uitgekeken is hij nog niet op de pruiken. Kijk, als je met zo'n project bezig bent, dan is dat een soort liefde die je hebt af te werken. Zolang je nog nieuwe dingen ziet, zolang je oude dingen toch weer beter kunt fotograferen, kun je daarmee doorgaan, zolang je het zelf maar wilt.